Alles goed met jullie. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Zo blijven jullie op de hoogte van het reizen en zeilen van Psycho TV. Dank u. Toch wel een hele mooie intro, hè, mensen. Ik ben nu dus onderweg naar mijn schatje Bea toe. Ik ben er ook alweer al bijna. Ik heb ook al ondertussen tijd mijn was. Zo'n klimpjes was. Gaan wegbrengen bij mijn mama dus. Mijn papa was weer al, ja, mijn papa was ook weer al thuis. We hadden een kleine discussie gehad, maar dat geeft niet. En nu ben ik heel rustig aan het doorrijden naar mijn schatje thuis toe. Want ik ben er ook weer al bijna. Oei, daar hangt sinds kort een bordje uit. Van iets. Ik weet niet van wat, maar van iets. Ik zag iets roos al buiten. Zal ik eens kijken. Zo kan ik dat altijd te wat zien. Ik dacht dat ik iets zag roos. Nee, toch niets. Zeg mensen. Ik ga dus straks, als haar ouders hier zijn, ga ik even op Pokémon Jacht weer al, dag nummer 3 al. Dat het weer al zo mooi weer is, dan blijf ik ook maar niet thuis binnen zitten. Dan ga ik gewoon echt even op Pokémon Jacht en ik kom tot de conclusie dat ik mijn Powerbank ben vergeten. Dat ook nog! Ja, met mijn powerbank ook nog thuis vergeten, dus dat wordt, heel weinig vloggen vandaag. Dat vind ik een klein beetje kut. Als ik mijn powerbank vind, ben ik niet van plan om even terug heen en weer te rijden. Ja, ik heb hier toch nog een powerbank, dus die ga ik dan wel meenemen dan, voor tijdelijk. Ligt die hier niet in? Nee. Maar ja, zeg mensen, ik ga jullie nu laten. Ik ben bij Bea aangekomen. En dan hoor ik en zie. Hallo mensen, sorry nogmaals dat ik weinig heb gevlogd vandaag. En daar zit een aan mij uit te lachen. Waarom? Dat weet geen anders goed. Zeg maar tegen de kijkers waar ik al aan het hand heb gehad. Dat is eigenlijk de hele tijd geen stukjes films. En waarom? Omwille van de... Namen. Ja. Ja, ik verraad het telkens keer namen. Omwille van zo onbewust. Oké. Nogmaals, sorry dat ik zo vandaag heel weinig heb gevlogd. Omwille van... Ik ben met Bea ook heel veel gaan rondrijden. En we hebben ook leuke dingen gedaan. En daar heb ik jammer genoeg niet gefilmd. Daarmee excuseer ik mij. Maar ik hoop niet dat jullie boos zijn. Maar van, er is nog een vlog, mensen. Er is nog een vlog. Punt uit. Dus jullie moeten niet kwaad zijn. Ik ben ook ondertussen tijd ook gestopt even bij Carrefourmarkt. Ja, op een zondag, denken jullie. Ja, ik ga dus zelfs beschuit met tomatensoep en palkjes eten. En nu nog iets. Waarom dat ik heel vaak bij Bea zit? Dat komt omwille van... Ene persoon. Die ene persoon, mijn onderbuurvrouw, die doet de laatste tijd heel moeilijk. Zo heeft zij ook al moeilijk gedaan tegen mijn vriendinneke. Eigenlijk ook tegen mij. Want het is op uw naam. Ja, Bea mag hier niet zijn. Ik zeg, ja, waarom mag hier Bea niet zijn? Ja, dat mag niet, ook niet van haar begeleidster en dat van uw begeleidster. Dat mag allemaal niet en dat mag ook niet van Cordium. Ik zeg, meske. Echt, toen had ik gezegd van, jawel, zij mag hier wel komen van haar begeleidster, want zij heeft toestemming gekregen. Een uitzonderlijke toestemming.
toen had ik ook gezegd, zeg, ik zal wel bellen dan naar Bea toe. En die zal dan wel de begeleidster wel de nummer doorgeven waar jij dan naartoe kan bellen. En dan begon zij dan te zeggen van, ja, dan kun je je wel onder één hoedje al hebben gespeeld en ook al direct al hebben gebeld, dat zij dat ook moet zeggen. Ik zeg, metske, stop ermee. Dan ben ik gewoon doorgegaan. Nu, vandaag, opnieuw. Dus ik ben wel blij dat ik bij Bea zit en ook bij Bea blijft eten. Dat komt ook omwille van mijn onderbuurvrouw. Mijn onderbuurvrouw heeft weer al vandaag geklaagd. Ja, Chris mag gisteren niet komen, hè? Want jij moet je houden aan uw bubbel van 4 personen, hè? En wij moeten ons houden aan onze eigen bubbel. Ik zeg, hoe aan onze eigen bubbel? Ja, die van uw bovenbuurman, uw schuins buurvrouw, bovenbuurvrouw, uw buurman, uw schuins onderbuurvrouw. En ik, wij zitten allemaal in één bel. Ik zeg, Metske, jij hebt het wel helemaal fout. Want mijn bel is Bea, mama, papa en Chris. Ik kom niet meer mensen in contact. Alleen bij winkelen gaan, dus dat mag ook. Dus ik ga alleen maar winkelen. Ik ga dan naar mijn wijk toe. En ik ga naar Bea toe. En ook naar mijn ouders toe. Dat mag allemaal nu, in deze tijden. Dus ik vraag me soms af van, Meske, waar zijn je toch mee bezig en al? En het is ook daar niet meer heel leuk om te wonen. Kan zijn dat ook af en toe nu, dat is nog tot en met dinsdag. Dinsdag wordt er dus onderhandeld tussen mij, mijn onderbuurvrouw, mijn instantie en mijn verhuurinstantie. Die komen allemaal dinsdag allemaal tezamen. Om 4:15. Ja. Dan gaat er echt een heel leuk gesprek worden. Want er zijn al nog twee andere personen die Alice. Als ik het er niet heb uitgeknipt, sorry onderbuurvrouw dat ik uw naam heb genoemd. Maar ik ga het deze keer niet meer noemen. Ik hoop niet dat. Ja. Ik heb heel oplettende kijkers, ik weet het. Jullie hebben het nu wel goed waarschijnlijk gehoord van mijn onderbuurvrouw. Maar ik ga het niet meer zeggen. Dus er zijn al heel veel bewoners op mijn appartement die ook al tegen haar aan het keren zijn. Want ik heb ook al zo gehoord. Ja, mijn bovenbuurman, vroeger bovenbuurman, die is ook al door haar weggepest. En nu heb ik ook al gehoord van mijn schuins bovenbuurvrouw. Dimitri, oppassen wat je zegt, wat je doet op je appartement. Want uw onderbuurvrouw, haar oogjes staan nu wagenwijd open. Als ze kan klagen met een geluid of iets anders, dan gaat ze dat ook doen. Ze gaat u ook hier proberen buiten te pesten, zo gelijk mijn vorige bovenbuurman. Dus ik ben ook op mijn hoede. Ik ga dus dinsdag, ja, doe ik dus 200% mijn boekskunde open. Dan zeg ik ook alles van wat er allemaal niet kan en wel kan. Ook op een gegeven moment, 9:00 s'morgens vroeg, op dinsdag. Ja, dat was op een dinsdag, ja, dat klopt. Want de vorige keer moest, de vorige week maandag was dat, hè? Deze maandag was dat niet. De maandag daarvoor was Bea bij mij thuis vertrokken. We wilden dat de coronamaatregelen weer al werden versoepeld. Dat was deze maandag, schat. Wanneer je terug naar huis bent gekomen om terug hier te blijven slapen? Dus je zit hier al 2 weken aan het slapen, hè, schat? 3 weken dan. Ja, bijna 3 weken. En wel, vliesjes, hallo. Maar vleesjes. Schat, dat zijn 3 weken, want ik heb hier al 2 weken geslapen. Ah, oké, dan 3 weken. En nu weet ik niet meer wat ik wil zeggen. Ah, jawel, nu weet ik het terug. Dus zij slaapt hier al 3 weken. Op een gegeven moment kwam zij ook in één keer naar buiten toe. Ook om weer al te klagen. Want dat kan ze de laatste tijd heel goed. Klagen. Dimitri, wat zit jij om 9:00 's morgens weer al met uw licht zetel, of de zetelbed, aan het verschuiven? Ik zeg om 9:00, over een dinsdag. Ik ben wel aan het werken, hè, om 9:00.
Dus die geluiden zijn wel niet van mij geweest. Kan niet. Dus dan begin ik ook soms zo af te vragen van waar haalt zij het vandaan? Ja, kijkers, jullie zien het goed. Ik word hier geterroriseerd met vliegen. Ah, goed. Dus bij deze hoop ik dat jullie nu ook op de hoogte zijn gesteld. En daardoor krijg ik ook de laatste tijd weer al heel veel last van mijn maag omwille van de stressfactor. Mijn stressfactor was echt aan het dalen. En nu is hij in één keer terug een curve terug omhoog aan het gaan. Dus ik vind het niet meer leuk om daar momenteel te wonen. Ik geef dat eerlijk toe. Sorry, mijn schuins bovenbuurvrouw. Sorry, mijn schuins onderbuurvrouw. Sorry, mijn buurman. En sorry, mijn bovenbuurman. Ik heb jullie wel graag, maar daar zit één rotte appel. En dat is mijn onderbuurvrouw. Bij deze. Ik hoop dat jullie nu op de hoogte zijn. Ja, nu op de hoogte zijn. En aandachtig hebben geluisterd naar mijn verhaal. En ik hoop... Dus sorry als soms eens een vlogje te laat dus online komt. Dat is omwille van dat ik gewoon bij Bea zit. Omwille van dat ik niet heel rap naar thuis wil gaan. Omwille van... Ja, het is geen leuk gevoel daar, om daar te zijn. Om hoe laat was je gisteren thuis? Gisteren was ik thuis. 11:30 s'nachts. Toen ging ik net slapen. Toen ging mijn schatje juist slapen. Ja, oké. Mag ik even naast u komen zitten? Ja, waarom niet? Daar komt nog iemand bij, hè, mensen? Kijk wie we hier hebben. Kijk, ze is toch eens lachen. Oh, die bent. Zij is echt altijd heel blij als ik wel bij haar ben, hè. Ja. Amai, kijk, komt langs mij zitten en de wind komt in één keer terug op. Jij brengt altijd de wind mee naar hier, schat. En mensen, ik ga je één ding zeggen, hè. De aanhouderwind, echt waar. Zo gelijk ook mijn vlogs. Ik blijf het gewoon doordoen, zelfs als ik mijn 500... voordat ik mijn 500 heb gehaald, bleef ik gewoon doordoen tot ik mijn 500 heb gehaald. En dat noemt doorzetten. Ik ben blij dat ik mijn 500 nu heb gehaald. En eindelijk ook de giveaway. Die ook op deze moment niet online is gekomen, maar om 1 uur 's nachts is online gekomen. Dus heel veel succes ook met de wedstrijd van de giveaway. Dus ik hoop dat er redelijk wat reacties onder dat filmpje gaan komen. En er is één ding nog wat jij in deze vlog ook al kan zeggen, als het toch om 6 uur s'nachts, om 1 uur s'nachts online komt, wie er niet meedoet. Ah, oké. Okay. Dat is een heel goeie. Dus, ik doe niet mee. Ik doe niet mee. Zij doet niet mee. Mano doet niet mee. Tamara doet niet mee. Crazy Pinner doet niet mee. En ik kan die naam niet uitspreken. Die met de D. Dragon doet niet mee. Er is nog één. Allee, wie helpt ons altijd, schat? Simon Butts. Voilà. Och, garm, Simon Butts is u vergeten. Nee, ik ben hem niet vergeten, maar ik had even niet door dat je het op hem had. Ah, oké. Dus, Simon Butts, we zijn nu ook niet vergeten nog. Dus een shout-out. Ik ga nu ook eens een shout-out doen, van mij is uit. Dus als jullie echt ook eens een shout-out willen doen naar iemand toe, of naar een fan, of naar uw mama, of naar uw papa, of naar uw moeke, of naar uw oma, of naar uw opa, of naar uw abo, laat het hieronder in de comments weten. En ik doe het dus in de volgende vlog. Maar mijn volgende vlog is een... Wat is het maandag? Wat doe ik meestal op maandags? Werken. Ja, voor YouTube ook, ja. Ja. Oh, wat doe je? Ah, de Q&A. Voilà. Oh, schat, sorry, maar ik ben echt niet met mijn gedachten erbij. Oei, oei, oei. Dus morgen gaat de Q&A te zijn, dus dan ga ik dat nog niet doen. Dinsdag.
Dinsdag ga ik al de shoutouts wat hieronder in deze comment is gekomen, niet in de comments van de Q&A, maar wel in de comments van deze filmpje. Dus je typt zo, shoutout, dan dubbele punt. En dan zet je je tekst waar, naar wie je de shoutout wilt doen. En ik zal dit dan ook gaan voorlezen. Of heb je een hele leuke tekstje, dan zal ik dat ook wel voorlezen. Ja, wou je een leuk bericht sturen naar hem voor een familielid of vrienden, dan kun je er misschien ook beter bij zetten waarom je dat erbij zet. Ja. Want dan weten we ook, en dan weet die persoon ook, waarom je dat doet. Ja. Hey, amai, mijn schatje is toch slimmer dan ik dacht. Op sommige vlakken toch? Ze verrast me nog echt elke dag hoor, mensen. Echt waar, elke dag. En weet je wat we ook de laatste tijd veel hebben? Nee, niet doen. Ze is schrik. Aan elektriciteit. Nu niet, hè? Ik heb u vastgenomen, hè? Ja. Nu hebben we het nog niet. Nee. Doe je eens met mij? Nee. Nee, schat, dat is gemeen. Nee. Nee. Ah, jawel, ik weet waar. Oh nee. Oh. Oké. Ja, wij geven heel vaak stroom aan elkaar. En we weten niet hoe dat komt. Of nu ruik ik dat ook. Ja, ik ruik ook barbecue. Jammer genoeg, mensen. Oh, dat er hier weer geen geurcamera is, hè. Dat jullie ook die geuren hier ruiken. Dat is nogthans een lekkere geur om te ruiken. Ja. Maar schatje, ik begin nu wel straks te kijken. Maar ik mag bij haar niet binnen, dus ik moet het aan haar vragen. Dan kunnen we nog even wachten totdat we klaar zijn met de vlog. Ja, daarom dat ik nu ook ga afsluiten. Nee, je wou nooit zeggen dat. Wat dan? Denk ik. Nee. Dat leek zo. Ah, dat leek zo. Oké dan. Dat leek zo. Allee, tot ziens allemaal. Yo. Zal ik mijn soep en mijn beschuitjes filmen. En ook haar gerechtje. Als zij ik iets heb gewoon brood eten. En dan film ik dat, hè? Nee. Nee? Liever niet. Zo wat dan bruin brood. Dan kunnen ze misschien doordenken dat dat zoegang is. Oh my god, nu zeg je het zelf in de vlog. Oh my god. Oké, wat gaat jij op je bruin brood smeren? Laat het de kijkers ook wel. Ik weet niet hoe die vlees noemt. Boterhamworst? Nee. Salami? Nee, dat is geen salami. Maar ik zal daar een raam laten zien, dan kun je het zeggen. Ja, nee, dus ja, ik zal het dan zelfs wel nog eens zeggen dan in de. Of moet ik het eerst smeren? Dat mocht je ook doen voor de vlog. Wauw! Wat? Het blijft plakken. Oei, ze blijft plakken. Allee mensen, tot ziens. Ze gaat iets lekkere broodje nu smeren met. Prosciutto of zoiets. Prosciutto. Origineel Italiaans ham. Lucht gedroogd. Oké. En dan als die op is, dan doe ik smeerkaas. Ja. Alleen. Simpel. En ik heb hier een lekkere tomatensoepje. Met. Lekkere beschuit. En mensen, ik heb net daar mijn eerste TikTok-filmpje opgenomen. Jee, schat. Blij? Ik ben blij voor u, ja, maar niet dat het hier gebeurd is. Oké. Allee, smakelijk. Beste mensen van Discord. Ik heb een kleine boodschap. Ik ben niet tevreden en mijn schatje is ook niet tevreden. Waarom niet? Waarom halen jullie mijn ex naar boven? Waarom halen jullie haar ex boven? Dit vinden wij niet leuk. Wij zijn niet boos op jullie, maar houd er alsjeblieft ook rekening mee. Je speelt met ook met ons gevoelens. Ik heb nu een hele goede relatie met Bea. Zwaar, hè? Ja. Voilà. Ik kom ook voorlopig niet meer in beeld als ze zo verder doen. Hoort je het, mensen? Dus ze wil zelfs al niet meer in beeld komen. Wat ik heel jammer vind.
Dan moet ik al met twee mensen al rekening mee houden. Zowel al bij Chris als bij Bea. Echt, het gaat nog heel schone vlogs dan nog worden, hè? Zonder mijn schatje. Dus mensen, houd er alsjeblieft rekening mee. Bij deze. Ik ben niet boos, maar denk 2 seconden na wat jullie typen op Discord. Bij deze, dankjewel. Thank you.
aangekomen. Bij mijn oma. Maar daar gaan wij niet... Binnen zitten, wij gaan buiten zitten op afstand. En daar gaan wij ook niet... Ik snap het niet. Filmen. Ja, filmen gaan we ook niet doen. Maar kijk, mensen. Mondmasker voor de veiligheid. Ja. En we gaan dat ook nog eens even doen. Maar ginder, bij haar oma. Met onze handen. Zullen we de ramen niet beter dicht doen? Mijn deur is al open. Hoe ver is uw raam open? Hier. Oh, nee, die is niet open. Ah. Zo, ja. Dus ja, ik laat een klein beetje altijd de ramen open. Waarom? Dat kan het hier ook wat verluchten. Ik zie jullie allemaal. Ze hebben terug nog voor een kleine timeslapje. Dat ik naar haar thuis breng. Dan naar mijn thuis toe. Daar ga ik dan ook de vlog beëindigen. Want de dag zit er bijna op. Dan ga ik ook nog sowieso nog één ding zeggen. Mijn excuses dat de vlog van gisteren te laat online is gekomen. Sorry daarvoor. Ja. Maar ik ben wel de ganze dag bij haar geweest. Daarom juist. En omwille van ook, je weet, mijn onderburen waar ik ook ruzie bij heb... Ik ben daar een klein beetje weggevlucht. Daarbij is dat ook gekomen dat ik continu bij haar zit. Maar nu gaan we naar haar oma. Tot straks. Ik zie mij als je draait. Wat draait? Met de auto, want je moet hier uit. Ja, dat weet ik. En ik vind het eng. En schat, hoe was het geweest? Heel leuk. Ik was echt blij om haar te zien. Ik kreeg bijna tranen van blijdschap. Ah, toffie. Ik heb hier een goede daad gedaan vandaag. En mensen, en je ziet het misschien aan mij nu. Ik ben rood. Damn. Schat, een rustig gezicht naar kinderen. Ja. Damn, ik zie rood uit, hè? Ja, maar laat mij dan maar niet zien. Holy shit. Mensen, schat, ik ben verbrand. Laat mij dan maar niet zien aan de weg. Ik sta hier, hè? Ja, dus mijn schatje gaat hier blijven staan, dat ik hier perfect kan draaien. Hup, terug richting haar thuis toe. Dus geniet nog maar weer al van een leuke timeslapje. Van, ja, van bij haar... Ja, van hieruit tot bij haar en dan van haar tot bij mijn thuis. Dus heel, heel, heel veel kijkplezier! Dus bij mij thuis aangekomen. Deze mag uit. Ja, die gaat dan zelfs ook uit. Deze mag uit. Afsluiten. Voilà.
Mijn powerbank ga ik ook meenemen, want die moet ook opgeladen worden. Mijn gsm moet opgeladen worden. Dus bij deze. Sluit ik ook de vlog af. Mijn vriendinnetje is ook goed en wel bovenaan gekomen, heb ik net gezien. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet hier onderaan ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op het hoogte. Wanneer dat er ook een nieuwe vlog online gaat komen. Of wanneer dat er een nieuwe video online komt. Dan blijven jullie echt op de hoogte. Nogmaals, via deze weg wil ik nogmaals excuseren voor de vlog van gisteren, dat die heel laat is online gekomen. Waarvan je ziet, het is al redelijk laat. Ik ben pas terug thuis. Ik ben al van 11 uur 's morgens van thuis al weg. Dus om 10:30 was mijn vlog op renderen gegaan en heeft zich ook automatisch laten afsluiten als die klaar was. Bij deze moet ik nu de computer terug aanzetten en dan ga ik nu direct ook gaan uploaden. Bij deze zijn jullie ook weer al op de hoogte gebracht. Tot morgen allemaal.